En dan een laatste. Met Profit 11 hebben we ontvangsten ook toegevoegd als dossier voor het ordertraject. En daarmee hebben we eigenlijk alle bestemmingen die je hebt in het ordertraject van ordermanagement zijn mogelijk als bestemming van workflows, eventuele dossier-items die je wilt toevoegen. Dus dat betekent, we hebben inderdaad de inkooprelatie met offerte tot factuur, ook nog eventuele contracten gewoon erin, allemaal geïntegreerd. Maar hetzelfde geldt aan de verkoopkant. Heb je van offerte tot factuur, dan heb je ook nog eens een keertje abonnement en je forecast erbij. En wat is er nieuw? Sommige dingen hebben we al heel lang, maar de ontvangsten en de pakbonnen zijn nu ook beschikbaar als bestemming. Dat is hartstikke mooi, want dan kun je natuurlijk inderdaad voor die ontvangst, kan je zeggen, ik wil graag de papieren bon die in mijn ontvangst werd ontvangen, wil ik graag bijvoegen in het dossier van die ontvangst. Ik kan de workflow erbij zetten. Dit is natuurlijk mooi, hè? Die bestemmingen, ik hou er in ieder geval heel erg van. Dat is natuurlijk ook je eigen creativiteit die je loslaat op dat proces. Als jij zegt, ik heb verkoopofferte, heb ik als bestemming voor workflows, kan je zeggen, maak ik een PDF van die offerte, die hang ik in het dossier, die laat ik digitaal ondertekenen in Outside door de klant, komt die terug, ga ik een ordertraject starten, allemaal workflow-sturing die je kunt gaan doen. En daarnaast kun je ook nog je vrije velden gaan menteren vanuit die workflow. Dus het is echt een stukje creativiteit en doordat we nu de hele cirkel rond hebben, hebben we eigenlijk alle mogelijkheden om daar lekker mee aan de slag te gaan met elkaar. Allerlei bestemmingen voor dossiervorming en je workflows.